We gaan verder met Henk. Henk van Hemert. Hij is al een klein beetje aan de orde geweest, 2003. Heel waterveiligheid, waterkerend Nederland schudde op zijn grondvesten. Aan de vooravond van een commissievergadering trouwens over de droogte toen. Diezelfde nacht ging de dijk bij Wilnis en de toenmalige staatssecretaris Melanie Schultz van Hagen toen nog moest al naar de Tweede Kamer en het ging eigenlijk alleen maar daarom. Jij schetste Ludolf ook heel goed. Er werd net gezegd, Ludolf organiseert, hij laat organiseren. Hè? Even voor de goede orde. Jij zei, geweldige starter, geen afmaker. Hij staat ook op doel, hè? Aha. Ja, inderdaad, dat had ik gezegd. Kijk of ik daar wat mee kan. Maar in ieder geval, goedemiddag. En in het kader van deze middag over samenwerken en de kennis van toen toepassen in het heden en in de toekomst, ben ik gevraagd om een bijdrage vanaf 2003. Toen inderdaad die veenkade bij Wilnis doorbrak. Dat is over 2 maanden alweer 20 jaar geleden. Nou, ik kijk in vogelvlucht terug naar die situatie van toen. Hè, de ontwikkelde kennis die we hadden, die we hebben ontwikkeld sinds 2003. En ik reflecteer wat op de toepassing van die kennis. En ik waag een kleine voorspelling over het toepassen van de huidige kennis in de toekomst. En ik ga niet in op de kennis van de toekomst en hoe we die nu al zouden kunnen toepassen. Hoewel dat wel een heleboel moeite zou kunnen schelen soms. Maar het is een beetje flauw om dat met zo'n dia te doen. Maar in ieder geval om even de situatie van destijds te schetsen. We hadden dankzij de wet op de waterkering uit 1996 de eerste keer onze primaire keringen getoetst op veiligheid. Dat hoefde toen alleen nog maar op hoogte. De dienstweg waterbouw liet in het kader van het SBW-programma onderzoek doen naar de verbetering van onderzoek naar de keringen om de groene leidraad toetsen of veiligheid te verbeteren richting een definitieve blauwe versie. En voor de regionale keringen waren er de resultaten van het systematisch kaderonderzoek en bestond er inmiddels de IPO-richtlijn voor het normeren van een boezemkade nog nooit toegepast, hoewel in de 1998, de vierde nota extra op de waterhuishouding, die vroeg al wel aandacht voor de rol van de regionale keringen bij het bewoonbaar houden van ons land. En in zo'n situatie, waarin we net zijn begonnen met het toetsen op veiligheid en het ontwikkelen van kennis, brak dus die regionale kering bij Wilnis door, midden in de zomer. Vlak daarna Terbregge, en in een korte tijd waren er uiteindelijk op iets van 50 verschillende locaties ernstige vervormingen met veendijken. En die 50 locaties, dat was alleen al in de provincie Zuid-Holland, als ik het zelfs goed heb. Ja, en er was een soort paniek, toch? Hè? Onzekerheid, heel veel vragen. Hoe kon dit gebeuren? Waar kan het nog meer gebeuren? Waar moet je op letten om dit te voorkomen? En wat moet je doen? Urgente vragen, waar de kennis voor ontbrak. En dan zie je ook hè, wat mensen uiteindelijk echt wilden. Het is niet kennis, maar is antwoorden op hun vragen, zekerheid en een einde aan de onzekerheid. Nou, STOA organiseerde binnen een paar dagen toen al een heel groot overleg tussen beheerders, experts van ingenieursbureaus en instituten, Rijkswaterstaat en universiteiten. En dankzij een snelle financiële regeling kon er toen eigenlijk al direct worden gestart met het droogteonderzoek veenkade. Met als doel snel antwoord op deze vragen. Binnen 2 weken moesten de acute vragen worden beantwoord, binnen een maand de urgente vragen. Met een brede begeleidingsgroep samengesteld en voorwaarden van de voorzitter van de programmacommissie destijds was dat er een onafhankelijke projectleider moest zijn. En ik kwam toen net terug uit Vietnam, ik had een lege agenda en ik mocht die onafhankelijke projectleider worden. Nou, gedurende de uitwerking van dat programma kwamen er heel veel aanvullende kennisvragen over de sterkte van veen en de stabiliteit van veendijken. Hoe moeten we veendijken beheren? En we wilden ons ook weer gaan voorbereiden op de volgende droge zomer die er wellicht aan zou kunnen komen. Dus uiteindelijk duurde het 1,5 jaar dat hele programma. En het was op 1 april 2005 dat Monique de Vries
het eindsymposium opende. En Dudolf etaleerde toen al zijn talent. Je ziet al die eurotekentjes een beetje rond zijn hoofd. Hij moest toen de financiën verantwoorden. En volgens mij is hem dat toen heel goed gelukt. En dat talent herken ik nog steeds een beetje bij je. Het was een hele dikke veenbox. En toch was dat nog steeds alleen maar het resultaat van het zogenaamde korte termijn onderzoek. Er waren ook initiatieven voor een middellange termijn en een lange termijn onderzoek door Rijkswaterstaat en door de TU Delft, met GU Delft toen destijds nog samen. Maar je zag dat zo gauw het begon te regenen, was die interesse in veen en droogte verdwenen. En een heel enkele keer als we weer eens een droge zomer hadden, dan plopte die populariteit van droogte en veen wel weer op. Maar iedere keer na een beetje regen was het gebeurd met die interesse. Maar goed, na Wilnis kregen we ook steeds meer aandacht voor die regionale keringen. Het IPO en de Unie hebben toen versneld de visie op de regionale keringen uitgebracht en is er ook een ontwikkelprogramma samengesteld. En het idee was toen dat in een soort matrix van enerzijds de verschillende type regionale keringen en aan de andere kant het aanwijzen en normeren en het toetsen en het ontwerpen, versterken, beheren en onderhouden daarvan, dat al die producten in die matrix zouden worden opgepakt door een provincie of een waterschap en dat die daar de ontwikkeling van zouden gaan trekken. Nou, en dat was op zich best wel een andere wereld toen, hè. Zoals ik het tenminste heb kunnen inschatten, was er best wel spanning tussen waterschappen en provincies. Toch een beetje van wie is waarvan, hoe intensief moet het toezicht zijn. Er was nog een fusiegolf onder de waterschappen bezig en er speelde natuurlijk politieke discussie over de opheffing van waterschappen. En het grappige was dat in die tijd vroeg toen de provincie Utrecht aan STOA, dat was al tijdens het droogteonderzoek Veenkade, of de STOA de leidraad voor het toetsen van de boezemkade wilde gaan uitwerken voor ze. Dat was ook heel slim van die ambtenaar van de provincie Utrecht. Hij is hier ook vandaag, dus ik zeg dat opzettelijk zo een beetje. Maar in ieder geval, STOA was natuurlijk een hele betrouwbare partij voor de waterschappen. En zeker omdat Wilnis een boezemkade was en er speelde nogal wat tussen nou ja, de provincie Utrecht en Amstelgooi en Vecht, was dat wel heel sluw om juist de STOA dat te laten vragen, te laten uitwerken. En vervolgens zie je dat tijdens die nou ja, uitwerking van het ontwikkelprogramma er toch wel zowel inhoudelijk als qua voortgang wat regie nodig was om dat allemaal in goede banen te leiden. En toen kwam de provincie Zuid-Holland met het provinciaal initiatiefteam, het PIT werd dat dan genoemd. En uiteindelijk is de hele uitwerking van het ontwikkelprogramma bij de STOA terechtgekomen met een gemeenschappelijke financiering door de provincies en de waterschappen. En ja, ik zou zeggen, daarmee startte een mooie periode waarin er heel goed wordt samengewerkt tussen waterschappen en de provincies ten aanzien van de veiligheid van de regionale keringen. En dat klinkt bijna als een sprookje. Nou, waar leidde dat droogteonderzoek Veenkade en het ontwikkelprogramma er allemaal toe? Nou, vooral eerst tot heel veel rapporten, richtlijnen, handreikingen en noem maar op. Je hebt ze bij de STOA-desk allemaal kunnen zien. En dat was vaak kennis die we leenden of vertaalden van de primaire keringen. Maar soms ook kennis die we zelf ontwikkelden. Soms deden we studies. Soms heel simpel. Hè, hoe groot is een muskusrattenhol en hoe nat wordt de dijken daarvan? Al heel lang geleden hebben we daar een keer een stagiair voor misbruikt. Soms echt heel praktisch, gewoon de dijk nat sproeien en kijken of die dan minder hard uitdroogde. Soms kwam er iets meer grondmechanica bij kijken om te zien wat doen verkeersbelastingen met dijken. En tenslotte onderzoek van een academisch niveau, het onderzoek bij de Leende de Boerenpolder. Nou, soms kwamen die onderzoeken heel snel tot gang, soms ook duurde het heel lang voordat je daar een onderzoek voor had gevonden. Ik vraag me ook wel eens af hoe het in het jaar 1730 is gegaan, toen de paalworm de gravende diersoort was. En hebben we toen ook een kenniscentrum paalworm opgericht. En vroeg de innovatie van de stenen bekleding ook om een versnelling met een O-boor of... Ging het toen allemaal veel sneller. Dat is misschien wel goed om een keer uit te zoeken door een historicus. Maar in ieder geval, met dat droogteonderzoek Veenkade zijn heel veel droogtegevoelige kaden in beeld gebracht. De meest zwakke zijn versterkt en we hebben ondertussen een draaiboek voor het beheren daarvan. Met duidelijke ideeën over hoe je ze moet inspecteren en ook eventueel wat voor maatregelen je zou kunnen treffen. En ik denk ook te mogen zeggen dat alle regionale keringen inmiddels zijn aangewezen en genormeerd, getoetst. En dat er versterkingsprogramma's lopen om alle afgekeurde keringen te versterken. Zowel bij de waterschappen als inmiddels ook bij de Rijkswaterstaten. Vermeld ik met enige trots. Dus ik durf te zeggen dat al die ontwikkelde kennis die wordt volop toegepast. En
Niet alleen in Nederland, hè, zoals dat International Levy Handbook, Wout liet het net al even zien, maakt ook al melding van het gevaar voor droogte en speciaal voor dijken van veen. Als ik dan vanmorgen hoor over dat we al leven met 1000 jaren overstromingen, dan denk ik in die tijdschaal van 1000 jaar hebben we best veel bereikt in de afgelopen 20 jaar. Waarbij er zich niet echt meer grote calamiteiten hebben voortgedaan. Waarbij ik Reewijk dan een beetje wijd aan veroudering. We hebben vorige week allemaal kunnen zien hoe gevaarlijk veroudering is. In ieder geval voor onderzeeboten, maar ook voor dijken. Misschien gevaarlijk om dat zo te stellen. Maar goed, dat is allemaal vanaf 2003 tot heden. En je kunt je altijd afvragen hoe houdbaar is die kennis in de toekomst. Shift F7, wie past het nog toe? Wie weet nog wat het is? Terwijl we dat rond 2003 elke paar minuten gebruikten om je Word-file mee op te slaan. En we hebben ook een beetje vanuit dat licht een keer gekeken van hoe actueel is nou nog alle kennis uit de veenbox. We hebben hem geëvalueerd en gezien dat een deel is gewoon ingehaald door nieuwe onderzoeken, dijk of veen van het HWP en meer onderzoeken. Maar een deel is ook gewoon nog steeds vigerend en toepasbaar en ook steeds met waterschappen gaan pijlbuizen plaatsen, wat we destijds ook adviseren. En een enkele kennisvraag is ook nog steeds actueel. En dat vervult mij met trots en ook een beetje schaamte dat we 20 jaar later nog steeds kennisvragen hebben. Maar goed, na de droge zomer van 2018 zijn we weer begonnen met onderzoek naar het monitoren van de verdroging van veenkade. Waar het vroeger nog wel eens regende in de zomer en de belangstelling voor ons onderzoek verdween, zo hebben we nu al een heleboel droge zomers achter elkaar. En dat onderzoek dat levert echt hele waardevolle inzichten op. Nou, een beetje in de geest van Confucius. We koesteren oude kennis en we blijven nieuwe kennis vergaren. Nou, een resultaat ook, denk ik, is de samenwerking, de goede relatie tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies op dit gebied. Waar het van toch een beetje wantrouwen in 2003 is dat nu omgeslagen in een plezierige samenwerking. En nog even reflecterend op Wout ook, want in 2003 was een van de vragen ook, waar moeten we op letten als we verdroogde veenkade gaan onderzoeken? Dat was een hele moeilijke vraag en uiteindelijk hebben we toen besloten om een kennisdag te organiseren met een markt waarin aanbieders van inspectietechnieken en inspecteurs elkaar konden ontmoeten. En dan moesten ze het samen maar uitzoeken, omdat wij geen enkele techniek wilden aanbevelen, zeg maar. En dat is uiteindelijk, dat was destijds in het AVO-droom. En uiteindelijk dankzij die dijkdoorbraak bij Stijn is dat een samenwerkingsproject geworden tussen Rijkswaterstaat en waterschappen. En heeft het inmiddels hier in Burgersoe zijn thuisbasis gevonden. En ik denk nog steeds dat iemand van de organisatie deze afkorting veel leuker vindt dan die van het AVO-droom, Wouter. Dat het daar nog steeds in Burgersoe is. En wat me dan wel weer opvalt, dat sommige van die inspectietechnieken, die zijn al 20 kennisdagen lang veelbelovend. En dan hoop ik dat het nu toch eindelijk er een keertje van komt. En dat het toch wel heel lang duurt als je zo lang veelbelovend bent. Maar goed, kennisprojecten, vaak verrassingen, onverwachte resultaten, plotselinge kansen die je dan weer kunt benutten, doordat zich bijzondere situaties voordoen, Wilnis en Reewijk Recenter. Of dijken die aan de wetenschap worden aangeboden, zoals de Leendert de Boerpolder of de Hedwiegepolder dan wat recenter. En dat betekent dat je heel vaak ad hoc moet beslissen. En dat brengt me een beetje bij Ludolf en zijn invulling van de rol als onderzoekscoördinator of programmamanager of hoe je dat ook... Oh, sorry, deze was ik vergeten. Dit was in het AVO-droom. Dat was slechter voorbereid dan... Ik wil toegeven. Dit gaat over Ludolf en zijn rol als onderzoekscoördinator. Want op zich is het bij een hoop projecten eigenlijk simpel. Als je een goed plan hebt en je weet precies wat je moet doen, welke materialen, in welke aantallen, het goede gereedschap, het juiste aantal mensen, dan is het uitvoeren van een project heel simpel, zelfs in bijzondere situaties. Maar zoals gezegd, kennis- of onderzoeksprojecten die zijn anders. Dynamiek, verrassingen, onverwachte gebeurtenissen en er doen zich allerlei kansen op. En ik heb bij de Dijkwerkersdag geleerd dat je dan chaotisch projectmanagement moet toepassen. Ik heb dat idee van IKEA ook gejat van die dag, moet ik bekennen. Maar in ieder geval chaotisch projectmanagement, niet vluchten in strakke aansturingen, complexe schema's en spreadsheets. Nee, het team, losse teugels, vrije loop en het komt vanzelf wel weer goed. Onder de voorwaarde dat jouw team bestaat uit ter zake kundige mensen die zich veilig voelen, die verantwoordelijkheid hebben en met de intentie om goed te willen samenwerken.
En uiteindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. En ik denk dat dat het grootste talent is van Durov, hè? Dat creëren van zo'n teamgevoel. En in het aanvulling op Wout, hè, wat mij betreft ook goed gefaciliteerd door een slagvaardigheid van de STOA en de professionele ondersteuning van de STOA-dames. Je zag ze op de vorige sheet en nou ja, vandaag zijn jullie ook weer in actie. Maar ik denk dat die combinatie van Durov en STOA, dat was een hele goeie. En ik weet ook niet zo goed hoe jouw talent bij een andere willekeurige organisatie ontwikkeld zou zijn. Maar goed, hoe deed je dat dan? Gekkigheid, soms gezelligheid, soms maak je een hoop lawaai, soms een foute grap, soms had je een eigen uitleg van een waterbouwkundige term. Nooit grensoverschrijdend, maar dat komt omdat er voor jou geen grenzen zijn. En ik durf ze hier niet, ik bewaar dat wel voorbij de borrel, en zeker niet hier plenair. En dan misschien nog aanhakend op wat Wout net aangaf van dat Leffie-handboek. Ik was er wel bij. Het was een bijzondere avond waarin wij een diner hadden met generaal Stockton, de hoogste baas van het Army Corps. Al onze Amerikaanse partners waren buitengewoon nerveus dat ze zo dicht bij hun hoogste baas waren. En Ludolf was niet helemaal op de hoogte van die man's status. En in al zijn bekende jovialiteit werd het een hele gezellige avond. Het was opluchting bij iedereen dat uiteindelijk die assistent een Ludolf aanbood om lid te worden van zijn team en mee te komen naar Amerika. Dat was het hoogtepunt en inderdaad, daarna begon Ludolf in de hotelbar zelf bier te tappen, waardoor we eruit getrapt zijn. En dat was dan weer het dieptepunt op diezelfde avond. Dus van hoog naar laag. En dat was het verhaal, Wout. Ja. Hey, maar goed, we moesten een voorwerp meenemen. En ik dacht eerst aan een muts van een hofnar. Maar hoe belangrijk die functie dan ook vindt, ik hem geen onrecht doen aan al jouw andere talenten. He, met soms hele scherpe analyses van allerlei institutionele spanningsvelden of bestuurlijke krachtenvelden. En je had altijd goed gevoel voor de actualiteit en vooral de inschatting voor de haalbaarheid van dingen. Ik weet, we hebben het wel eens over de Hedwiggepolder samen gehad en ik zei, kansloos man, in dat deel van Nederland en een dijk waar niks te beleven is, het wordt helemaal niks. En jij zag het zitten en tot een succes gebracht. Maar denk je belangrijkste talent is wel die capaciteit tot chaotisch projectmanagement. Avant la lettre zou ik erbij willen zeggen. En dan kom ik tot 8 eigenschappen. Ik ben op zoek gegaan naar een beest in deze dierentuin, wat dat heeft. Maar geen schapen met 5 peuten. Met ook die tijd. Ja. Hij kan er wat tijd te goed van, van Oscar. Dus, hey, maar ik rond ook af. Ik kon geen schaap met 5 poten vinden en 5 is te weinig. Ik heb iets met 8 poten gevonden. Ik geef het aan u, omdat ik de L niet kan uitspreken. Maar nu alsjeblieft. Dank u.